Goedemiddag. Wat is er dan gebeurd tussen jullie? U zit in de burenruzie, net die er maar van mij had. Nou ja, u zit zo van... Even naar binnen, wegwezen. Goed. Gaat u alsjeblieft weer zitten? Dat is mijn uitspraak. Nou, moet ik het mee doen. Dank u wel. Hartelijk welkom bij de Rijdende Rechter. Het is vandaag een hele feestelijke uitzending, want wij bestaan 10 jaar... en dat willen we heel graag met u vieren. Wij gaan uiteraard een greep doen in het archief van de Rijdende Rechter, want er zijn een heleboel mooie momenten vastgelegd. Hebt u net in de lieder al een paar van kunnen zien. En ik kan u ook nog vertellen dat de teller van zaken die beslecht zijn door meester Frank Visser staat op 265. Dus dat is een respectabel aantal. Maar we gaan niet alleen terugkijken, we gaan u ook testen op uw juridische kennis. En vooral ook de mensen die hier achter mij zitten. Wat heeft u opgestoken van 10 jaar Rijdende Rechter? En ik sta hier natuurlijk met Frank Visser, hij is altijd rechter. En vanavond is hij ons enige jurylid. Ik ben de scheidsrechter eigenlijk. De scheidsrechter ben je nu geworden, ja. Frank, als mensen jou tegenkomen op straat, dan herkennen ze je vaak, ja? Ja, dan zeggen ze, bent u het echt? Ja. En hebben ze altijd meestal dezelfde vraag. Wat dan? Is dat nou echt wat daar gebeurt? Of zijn het acteurs? Het is helemaal echt. En als de mensen winnen, dan winnen ze ook echt. En als je verliest, verlies je echt. Ja. Het is juridisch bindend. Zijn de mensen dan. Ah, ja. Ze denken dat het een toneelstukje is. Wat is een jubileum zonder felicitaties? En we hebben vanavond felicitaties van zeker niet de minste. Onlangs nog heel erg flex gevonden door rappers. U weet het misschien, de Don. Onze eigen minister van Justitie, meester Piet Hein Donners. 10 jaar Rijdende Rechter. Dat is in alle opzichten een felicitatie waard. Voor meester Visser, maar ook voor de redactie. Als je op deze wijze 10 jaar lang een groot, breed publiek weet te interesseren voor hoe het recht functioneert en tegelijkertijd ook kunt laten zien hoe je mensen op een bevredigende wijze tot een oplossing van hun conflict kunt laten komen. Daarom alle complimenten voor de prestatie. Onze gasten zijn verdeeld over 3 vakken. Als eerste groep de gedaagden, ofwel degene die ooit aan het programma deelnamen. Daarnaast hebben we de prominenten, dat zijn bekende gezichten die het programma een warm hart toedragen. En als derde groep hebben we een selectie van de trouwe kijkers, de echte fans. En uit deze 3 groepen komt vanavond de winnaar. De strijd gaat over 2 ronden. De eerste ronde levert 3 winnaars op uit elk vak 1. Het is heel simpel en die spelen dan tegen elkaar in de finale ronde. We gaan met de quiz beginnen. Het lijkt erop dat we in dit land niet allemaal even blij zijn met het groen dat wij bezitten. Of het nu typisch Nederlands is, weet ik niet, maar 10 jaar Rijdende Rechter heeft een woud aan bomenzaken opgeleverd. Een kleine greep. Ik heb een pracht van een kastanjeboom. Ze is zoals ik, 54 jaar oud. De buren willen hem halveren. Of ze dan doodgaat, dat laat hen koud. Rijdende Rechter, wij eisen dat de gemeente Zomeren de Iep kapt. Wij willen dat de buurman zijn bomen snoeit. Ik zou het echt dood en doodzonde vinden als we deze boom ingrijpend zouden moeten snoeien. Ik eis dat die buurman die boom weghaalt en me niet meer bedreigt. Rijdende Rechter, we hebben die boom gegeven en is dus niet meer van ons. De buurman moet aan de wettelijke eisen voldoen. Die boom van meneer Joosen, die moet eruit. Edelachtbare, moeten we elke boom die in Nederland een beetje scheef staat, omzagen. Ja, ook een heerlijke hoeveelheid accenten zitten er ook altijd in. Goed, hier komt de vraag. Uw buurman plant 2 jonge boompjes tegen de schutting aan. De bomen komen nog niet boven de schutting uit, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Mag de buurman de bomen daar laten staan? Er zijn 3 mogelijkheden. A. Nee. Bomen moeten in de regel minstens 2 meter van de erfgrens staan. B. Nee, hij had u toestemming moeten vragen voor het planten van die boompjes. Of C, ja, zolang de bomen niet hoger reiken dan de schutting. Nou, dat lijkt me toch een makkie, zeg. Voor de trouwe kijker moet dat geen probleem zijn. Ik ga eens even aan Frank Visser vragen wat het goede antwoord is. Nou ja, hij is toch niet zo makkelijk. Want de vaste kijkers die weten allemaal wel die 2 meter grens. En dat is ook meestal zo. Maar hier doet zich een uitzondering voor. Want in de wet staat dat als een boom niet boven de schutting uitkomt, dan mag je hem er zowat tegenaan planten. Maakt niet uit. Daar heb je als buurman geen last van. Die mag gewoon blijven staan. Het goede antwoord is dus C. Ja.
zijn al heel veel mensen de mist mee gegaan, zeker. Hè? Ja, die dachten 2 meter die erfgrens. De tweede vraag. U graaft een put in uw tuin en stuit op wortels van de boom van uw buurman. Ze zitten behoorlijk in de weg. Mag u de wortels zonder meer weghakken? Dat is de vraag en de mogelijke antwoorden zijn A, ja, maar u moet wel betalen voor de waarde van het wortelhout. B, ja, dat mag, maar u moet uitkijken dat u de boom niet vernielt. Of C, nee, u moet eerst van de buurman eisen dat hij de wortels verwijdert. Je hebt iedereen gedrukt. Nou, Ja, ook weer niet zo makkelijk. Nee. We maken het de deelnemers erg moeilijk, hoor. Kijk, elk normaal mens die gaat natuurlijk eerst met de buurman praten voordat hij aan het hakken slaat. Echter, de wet heeft hier een uitzondering gemaakt. En die zegt dat je wel degelijk, zonder de buurman te waarschuwen, die wortels mag afhakken. Een waarschuwing voor hakkend Nederland past in elk geval op dat je de boom van de buurman niet gaat vernielen. Want dat mag niet. Dus niet als hij bij de volgende storm omgaat, dan heb je een probleem. Het goede antwoord is dus B. B. Henriette Tol, had je het goed? Deze had ik goed, ja. Deze had je, maar die vorige niet. Nee, de vorige niet. Nee. Jij bent een advocaat, hè, in de serie Keizer en de Boer. Ik speel een advocaat. Je speelt? Ja. Heb je daar nog iets aan eigenlijk, nu, denk je? Nou, nee. Kijk, die teksten worden allemaal voor ons geschreven. En die leren we uit ons hoofd. Ik druk een beetje en dan denk ik... En Annette Nijs, heb jij een juridische achtergrond? Nee, ook niet. Nee. Ik laat mijn rechtvaardigheidsgevoel maar spreken. Ja, maar ja, dat klopt volgens mij niet altijd, dat rechtvaardigheidsgevoel. André Rauwvoet wel, hè? Die heeft wel een juridische achtergrond. Nee. Ja, vooral staatsrecht, hè? Dat toch geruststelling. Ja, dus daar heb je niet zoveel aan hier. Nou, privaat is het alweer wat anders, ja. Arie Boomsma, jij doet een programma bij de EO over een buurt, hè? Een buurt die opgeknapt wordt. Een betere buurt, heet het. Een betere buurt, ja. Kom je dan veel burenruzies tegen? Nou, de sociale samenhang ontbreekt in die buurt. Dus daar zijn we juist wat aan het doen. Dus ja? Er is nog geen eens contact om conflict te krijgen. Oh. Het is nu moeilijk voor te stellen, maar 10 jaar geleden was de rijdende rechter nog niet bekend. Toch waren er al mensen die hem wisten te vinden. Bijvoorbeeld mevrouw Neesen uit Sint-Philipsland. Zij was de trotse eigenaar van een motor en bood die ter reparatie aan bij de plaatselijke motordealer. Maar toen ze hem terugkreeg, mankeerde er van alles aan. Zwaar teleurgesteld schakelde ze de rijdende rechter in. En ze was daarmee dus de allereerste. Dit kan, dat gaat echt niet meer. Zo lever je eigenlijk geen service af, wat hij service noemt dan. Nog steeds loopt de olie langs het karterblok, ondanks de tweede revisie wat hij gedaan heeft. Het is gewoon schandalig. Het is een motorfietsje dat even wat kilometers gelopen. En ja, het is allemaal materiaal en het kan kapot gaan gewoon. Goedemiddag, mevrouw Neesen en meneer Duinen. U moet nou eerlijk wezen. Mevrouw Neesen, echt? Ik rij 19 jaar meer motor en ik heb dit nog nooit gehad. En mevrouw Neesen kan nu wel zeggen van dat dat niet zo is. En of dat is ja, wel eens en niet is. En daar heb ik allemaal geen zin in, eerlijk gezegd. Dan zal ik zo snel mogelijk uitspraak doen in Hilversum. En daar zult u als het goed is ook bij aanwezig zijn. U wist dat u de allereerste uitzending zat? Ja, dat wist ik nog. En hoe is het eigenlijk afgelopen toen? Nou, ik heb die motor wel binnengebracht en ik heb hem terug gaan ophalen. Ja? En het leek wel een naaimachine. Zo rammelde die nog harder. Dus ik heb hem gelijk opgeruimd. Ja. Maar u rijdt nog wel steeds motor? Ja, ik heb gelijk een nieuwe gekocht. Uh-huh. En sindsdien rijd ik nog steeds. Vraag 3 is een vraag over een motor. Voor 10.000 euro koopt u een nieuwe motor met 10 maanden garantie. Ondanks zorgvuldig onderhoud loopt de motor vast na 11 maanden. Heeft u nog recht op garantie? Antwoord A. Ja, een dergelijke dure aankoop moet minimaal een aantal jaren meegaan. B. Ja, de wettelijke garantietermijn voor motoren is 12 maanden. Of C. Nee, de garantietermijn bedraagt immers 10 maanden. Dirk Bolt, wat denk jij? Ja, ik denk C. Ik bedoel, als je wat afspreekt, dan speet je wat af. Sorry, pech gehad. Ja. Heeft Dirk Bolt gelijk, Frank? Helaas niet. Het is namelijk zo dat een garantie, dat is allemaal leuk en aardig, maar een garantie kan wel meer rechten geven dan in de wet staat, maar nooit minder. En ja, het is in ons consumentenrecht zo dat je bij zo'n dure aankoop ervan mag uitgaan dat zo'n motor een aantal jaren meegaat. Dus in dit geval klaag je terecht en is het goede antwoord A.
Tijdens zijn vele bezoeken op locatie komt het nogal eens voor dat meester Frank Visser in het belang van het onderzoek een ladder moet bestijgen. Ik kan u mededelen dat hij zelf zijn hoogtevrees op deze manier langzaamaan is kwijtgeraakt. Dit is het type keukentrapje waar altijd die ongelukken van komen. Ja. Ja, ja. Ja, waarom eigenlijk zijn die pijpjes hier gemaakt? Goedemiddag. Zo. U kunt klingelen hoor. Gaat u maar klingelen. Ja. Ik kan uw huis niet zien. We hebben ook een vraag die gaat ook over de hoogte. Uw buren hebben al 22 jaar een boomhut in hun tuin. U bent bang dat het gevaarte in uw tuin zal storten. U eist dat de buurman maatregelen neemt, maar hij weigert dit, want, zegt hij, de verjaringstermijn is verstreken. Bent u inderdaad te laat? A. Ja, u bent te laat, want de verjaringstermijn is 20 jaar. B. Ja, u had tijdens de bouw van de hut moeten klagen. Of C. Nee, want er geldt geen verjaringstermijn bij boomhutten. Henny Stoel? Ik heb antwoord C gekozen, ja. Omdat ik niet denk dat er iets over boomhutten in de wet staat. Nee, zou het niet? Zou er niet over alles iets in de wet staan? Nee. Nee. Er staat niet over alles iets in de wet. Frank Visser, staat er iets over boomhutten in de wet? Nee, maar wel over bouwsels die kunnen instorten. Oh. En nou is het eigenaardige met dat soort bouwsels dat die pas gaan instorten nadat een flink aantal jaren is verstreken. Ja. Dus zou je daarvoor een verjaringstermijn laten gelden, dan zou je niet meer kunnen verzetten tegen instortende bouwsels. Er geldt dus geen verjaringstermijn als bij de buren iets op instorten staat dat bij jou op het erf kan komen. Het goede antwoord is dus C. Ja, nou. Henny had het dus helemaal goed. Met vele anderen, denk ik. Ik ga eens eventjes naar het vak met gedaagd of met de oude partijen. Die zitten daar allemaal. Want ik wil wel eens even weten hoe het met jullie allemaal gegaan is sinds die uitzending. Mevrouw Oudsoort en mevrouw Tuhumuri. Jullie zaten ook nog in het bomenfilmpje. We willen dat de boom weggaat. Volgens mij is dat toen niet gelukt. Nee. Hij staat er nog steeds, die boom. Ja, dat krengen we alleen Hebben maar jullie over. Nou een beetje verzoend? Hebben jullie een beetje verzoend met die boom? Nee, met de buren ook niet. Nee. Maar ondanks het feit dat jullie verloren hebben, heb je geen spijt dat je toen hebt meegedaan? Nee. Nee. Dat niet. Guus Kruts. Ja, de bekende massagezaak. Ik weet niet of iemand zich dat nog kan herinneren. Dat vonden wij een hele gekke zaak. Wij hebben zelfs op een gegeven moment gedacht van die hebben iets bedacht. Van weet je wat, we gaan iets geks verzinnen zodat we bij de rijdende rechter terechtkomen. Nee? Nee, dat was ook allemaal helemaal echt. Het is allemaal echt helemaal echt. Jullie zijn nog steeds bevriend? Nog steeds bevriend. Ja, jullie zitten nog steeds gezellig bij elkaar. Ook geen spijt dat je hebt meegedaan? Nee. Vraag je mij naar een gedenkwaardige zaak uit het verleden, dan noem ik meteen de circuszaak. Die opname maakten wij in een circustent in Helmond. Twee circusdirecteuren hebben ruzie. De directeur van het Russische staatscircus eist dat het staatscircus van Moskou van naam verandert en de afbeelding van clown Popov van haar posters haalt. Dat je nog steeds de posters van Popov voert met de kop van Popov die er niet in zit. Dat vind ik bedrog. Maar beste Willem, jij hebt tegen mij gezegd, Popov, die arme zielige clown, die brengt geen cent meer op. Dat zijn jouw woorden tegen mij. Ik bestrijd dat ik Popov, een oude zielige clown, Popov krijgt van jou nog 100.000 gulden. Ja, en van jou nog 200.000. Schijt toch uit. Hier worden regelrechte leugens verteld. En ik stap uit deze uitzending als het zo verder gaat. Nee, gaat u alsjeblieft weer zitten. Ja, het was een... Het was een enorme chaos, dat weet ik nog. Hier komt de vraag. Als u het gezien hebt, dan kunt u de vraag waarschijnlijk goed beantwoorden. Het staatscircus van Moskou gebruikte de afbeelding van Popov op hun poster. Maar Popov trad niet op in het circus. De tegenpartij eiste een verbod op het affiche. Mocht Popov op de poster blijven staan? A. Ja, het mocht zo blijven, want alleen een kenner kon zien dat het om Popov ging. B. Nee, het mocht niet meer, omdat het affiche misleidend kon zijn. Of C. Nee, het mocht niet meer, want Popov kreeg geen geld voor het gebruik van zijn afbeelding. Hans Martens, die is hier ook. Een van de circusdirecteuren. Weet u het nog?
Nou, het was een hele leuke uitzending. We hebben er heel erg van genoten. Het was ook, ik moet zeggen, voor beide circus een leuke publiciteit. Ja. Absoluut. En ik heb ook heel veel reacties op gehad. Want tenslotte eigenlijk, het ging in de hoofdzaak om de naam. Ja. Nou, dat heb ik dus gewonnen. En dat vond ik eigenlijk een hele goede uitspraak van de rijdende rechter. Jij weet het ook nog wel, hè Frank? Hoe zat het ook weer precies? Ja, nou, het is inderdaad zo dat meneer Gaaf won. Maar op één puntje kreeg hij ongelijk. De clown Popov die mocht niet meer op die affiche staan. Omdat dat toch voor het publiek misleidend kon zijn. Omdat Popov toen niet meer optrad in het circus. Ja. Ja. Het goede antwoord was B. Ja. Niet alleen in dat circus ging het er verhit aan toe. Bij mij aan tafel soms ook zaten leuke mensen, hele vervelende mensen, aandoenlijke mensen. En ja, iedereen vraagt natuurlijk om een eigen benadering. Een kleine compilatie. Als ik u zo in het filmpje zie, dan denk ik, u bent volgens mij gewoon ook een hele lieve opa. Dat ben ik ook. Ja. Je zou bijna zeggen van, jullie kunnen beter gaan mensen erger je niet in dan darts, hè, als je dat zo ziet. Ja, inderdaad. Ja. Wel, ja. U zegt net, het is eigenlijk een aardige oude man. Ja, maar niks voor mij. Hou zo. Uw zoon heeft een keer iets gehad met uw dochter. Dat zou best kunnen hoor. Ze mij echt niet bijgeroepen. Dus jullie waarderen elkaar niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, als ik het zo uit mag drukken. De grote problemen mogen de vrouwen doen en de kleine problemen kunnen beter de mannen doen. Ja, maar vrouwen zijn vaak veel feller, dat weet u toch? Ja, ja, ja. En het zal u niet verbazen dat de volgende vraag gaat over de kapper. Ik ga naar de kapper. Maar die zet de föhn veel te hard en die ruïneert mijn kapsel. Ik moet zelfs een pruik kopen. Is de kapper verplicht om de schade te vergoeden? Dat is de vraag. Antwoord A. Ja, hij moet de pruik en de kapperskosten vergoeden. B. Nee, dit soort handwerk is altijd voor eigen risico. Of C. Nee, alleen de kapperskosten moeten terug worden betaald. En niet spieken bij Boris van der Ham, Hanneke. Kijken? Ja, ik heb nee. Ik heb helemaal niet zo van haar. En ik heb geen leesbril op, dus ik zie helemaal niks. Je ziet helemaal niks. Wat denk je, Hanneke, wat denk je dat het is, het antwoord? Ik heb A ingedrukt. Hij moet de pruik en de kapperskosten vergoeden. Ja, dat voor eigen risico vind ik onzin. Ja? Want wiens eigen risico eigenlijk dan? Nou, ja, is voor eigen risico de kapper of de klant? Ja. Nou ja, en aan jouw haar is toch niks mis te doen. En ja, ik dacht gewoon A. Ja. En Boris? Ja, ik dacht ook A, ja. Ah. Ja. Ik denk, het is toch een beroepsrisico dat je iets verpietert en dat je daar ook zelf verzekerd voor bent, denk ik. Als kapper zijnde. Maar ik zie ze niet zo vaak, de kapper. Ik doe dat met een apparaatje thuis, dat weinige wat ik heb. Ja. En feunen doe ik al helemaal niet. Ja. Dat doet pijn. Wie zou de kapper vaak zien? Nelly Koeman ziet de kapper misschien heel vaak. Ik had C. C? Ja. Alleen de kapperskosten moeten terug worden betaald. Ja. Nou, we gaan het eens vragen aan Frank Visser. Die is ook van een kapsel enorm, van een kleur in ieder geval veranderd. Is jullie opgevallen? Ja. In de loop der jaren. Ja, en daarmee wil ik maar zeggen. Kapper is een kwestie van vertrouwen. En als het je na afloop het niet goed zit, ja, dan, dat is dan jammer. Maar het mag niet uit de hand lopen als hij in je oor gaat knippen. Of hij gaat je kapsel met een te hete föhn ruïneren. Dan zit hij fout. En dan in de meeste gevallen zal de kapper dan zeggen, u krijgt uw geld terug. Maar daar hoeft u geen genoegen mee te nemen. Zeker in een geval als hier in het voorbeeld, dat Mieke echt schade leidt, moet de kapper toch echt met geld op tafel komen. Het goede antwoord is dus A. Nelleke Noordenvliet, had je het goed? Ja, deze had ik goed. Dit was eigenlijk een hele makkelijke. Maar goed, nu ga ik... Dat vind ik een rot opmerking. Nee, dat zeg ik niet vanwege jou, maar dat zeg ik omdat ook Hanneke het goed had en Boris had het ook goed. Dan denk ik, nou, volgens mij wel ontzettend veel mensen. Ja, je klets je er mooi uit. Oh jee. Goed, het wordt steeds erger. Ja, dat is altijd... Dat ken je toch? Ja, dat je het steeds erger maakt, ja. Goed. Frank heeft bij een diner 5 glazen wijn gedronken. Zijn vrouw rijdt dus terug. Maar thuis krijgt ze de auto niet goed ingeparkeerd op de oprit die op eigen grond ligt. Mag Frank nu zelf even inparkeren? Antwoord A is nee. Men mag niet onder invloed een auto besturen, eigen grond of niet. B, ja, want rijden onder invloed is alleen verboden op de openbare weg. Of C, ja, maar Frank neemt het risico dat als er schade ontstaat, de verzekeraar dit niet zal vergoeden. Ik ga eens even die dames hier vooraan vragen. Marjan, Mudde? Ik denk dat je onder geen enkele voorwaarde onder invloed mag rijden. Margreet, denk je dat ook?
Volgens mij was het laatst aan de orde bij Koeman. En die voelde zich ontzettend grazen genomen. Dat hij, geloof ik, alleen maar de sleutel- en contactslot of iets had gedaan. Dus volgens mij is het ook A. Jij denkt ook dat het A is. Agnes Jongerius, wat denk jij? Volgens mij in het geval van Koeman ging het niet over zijn eigen erf. Dus daarom zat ik er nog wel over te twijfelen. Ja. Ik heb maar voor de zekerheid toch A ingevuld. Nou, ik kijk naar Frank. Ja, dit noemen wij in vakkringen inmiddels inderdaad een gevalletje Koeman of korter een Koemannetje. Je mag niet onder invloed autorijden, ook al doe je het in je eigen achtertuin. Het goede antwoord is dus A. Ja. Overigens wil ik daar nog wel aan toevoegen dat het voorbeeld wel erg ver gezocht is dat ik 5 glazen wijn achter elkaar zou drinken. Dat doe jij nooit? Goed, ik ga eens even naar het vak van de fans. Jullie moesten zelfs een soort testje doen. Hè? Het stond in de AD of in de NCV-gids. Ik ga even naar meneer Spek. Ja. U had in die test 0 fouten. Dus dat geeft een goede moed. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, het gaat redelijk. Redelijk? Nog niet helemaal foutloos, dat niet. Dat niet, nee. Zijn er ook mensen die echt altijd kijken? U, mevrouw. Ja? Is er nog een zaak die u is bijgebleven? Dus, nou, dat vond ik toch niet zoiets absurds of zoiets grappigs. Ja, die meneer uit Amsterdam met die hoed. Wat? Die meneer uit Amsterdam met die hoed. Fabiola bedoelt ja. u? Ja. Ja, dan gaan we het ook nog over hebben, over die kwestie. Ja. Ik ga even een tussenstand geven tussen die verschillende groepen. Ik zie namelijk dat de prominenten het tot nu toe het slechtst hebben gedaan. Ja, dat is wel heel erg, ja. Ja, en de fans en de gedaagden, die zitten precies op één lijn, zitten die op kop. Dus ja. Ja, het blijkt wel dat de rijdende rechter heel wat verschillende mensen weet te boeien. Tot dit bonte gezelschap hoort ook meester W.J.M. Davids. Als president van de Hoge Raad is hij de hoogste rechter van Nederland. En ook hij heeft een felicitatie voor de rijdende rechter. 10 jaar rijdende rechter, dat is van harte een felicitatie waard. Het is een hele tijd, in het bijzonder voor een televisieprogramma. Wat ik nou zo aardig heb gevonden altijd in de rijdende rechter is dat het zo goed laat zien aan iedereen in het land dat ieder probleem 2 kanten heeft. En als je dat goed laat zien, dan krijg je applaus van beide partijen. En dat is slechts weinig rechters gegund. 10 jaar rijdende rechter maakt duidelijk dat niet iedereen even verdraagzaam is. Dat hebben we wel gemerkt. In ons dichtbevolkte land ligt overlast altijd op de loer. De een heeft last van hinderpeluchtjes, de ander heeft weer last van de windgom van de buren. En er zijn er ook nog mensen die de buren zelf als last ervaren. Gelukkig is een aantal van die buren zo wijs om de rijdende rechter om een oplossing te vragen. Rijdende rechter, wij hebben de heer Baptist verschillende malen op de overlast gewezen en zijn het nu meer dan zat. Het werd een enorme troep en we kregen enorm last van stankoverlast. We zitten nu al 2,5 jaar met dit rioolprobleem. In de winter is het geluid niet te harden. Ja, dan hoor je tik, tik. Maar dat tegen die muren, dan hoor je continu poink, poink, poink. Ook de radio en de tv wordt ernstig verstoord door de overlast van het geluid door de pianospeler van mevrouw Horst. Volgens mijn buurvrouw moet ik verhuizen met mijn piano naar de hei. Ik ben het gezeur en de pest erin van mijn buren. Zo spuugzat en ik eis dat hiermee ophouden. Kunt u mij helpen? Goed, de volgende vraag. U huurt een flat van de Woonstichting en uw nieuwe buurman draait voortdurend harde muziek. Op uw verzoek of het wat zachter kan, reageert hij niet. Kunt u de Woonstichting verplichten om in te grijpen? A. Nee, dit moeten beide buren zelf oplossen. B. Nee, dit is een kwestie voor de politie. Of C, ja, zo nodig moet die verhuurder zelfs een ontruimingsprocedure beginnen. Ja. Maurice de Hond? Ik doe het helemaal slecht de hele tijd. Ja? Maar ik doe het een beetje zoals de rechters bij de Deventer-moordzaak. Die hebben het ook alles verkeerd gedaan. Denk, nou zal ik het ook even doen. Ja, je hebt je erg vastgebeten in die Deventer-moordzaak. Zie je bij de rijdende rechter wel eens flagrant onrecht? Nee, de enige die nog wat vertrouwen in de rechtsstaat bij me houdt is juist meester Visser. Echt waar? Nou, ja. Nou ja, dat is toch een mooi compliment. Ik heb wel begrip voor dat meneer het zegt, maar dat vind ik geen leuk compliment. Nee.
We doen allemaal ons best. Ik heb mijn collega's. Nu de vraag. Ik denk dat er een verplichting is vanuit dat je het via je woonstichting moet doen. Dat daar bepaalde regels voor zijn als je die daar niet aan houdt. Dat je dan eruit wordt gegooid. De oplossing van de vraag. Ja, je zou van alles kunnen doen. Je zou het eens kunnen proberen zelf op te lossen met de buren. En als dat niet helpt, zou je de politie kunnen bellen. Dan zijn we aan het escaleren. Maar dat was de vraag niet wat allemaal kon. De vraag was of de woningbouw ook iets moet. En het antwoord is ja. Als niks helpt, dan is de woningbouw echt verplicht om het voor de goede huurder op te nemen. Ja. En als de slechte huurder niet wil luisteren, nou, dan gaat hij er maar uit. Het goede antwoord is C. Het antwoord is C. Ella Kalsbeek, had je dat goed? Dat had ik fout. Want jij bent toch wel iemand van het recht, hè? Of ja, ik ben als jurist ooit afgestudeerd, maar lang geleden. En veel veranderd. En dat wreekt zich vanavond behoorlijk. Ja? Nee. Klaas Drupsteen, hoe gaat het met jou, daar op de hoek? Het valt mij niet mee, eerlijk gezegd. Nee? Nou, en ik had al niet zo'n hoge verwachting, dus dat is behoorlijk ernstig. Kijk je vaak? Ik heb in 10 jaar wel heel veel afleveringen gezien, maar ik heb ook wel een paar gemist. Ja. Goed. Wat zou de rijdende rechter zijn zonder zijn meetinstrument? Op zijn zachtst gezegd onthand. Want in die 10 jaar is er door Frank Visser heel wat uitgemeten. En nauwkeurigheid is geboden, want iedere centimeter wordt zwaar bevochten. 1, 2, 3. Bij 0 beginnen, hier. Dat is een smokkelen, hè? 4, 5, 6. Ja. Ik zit hier op 7, 8, 9, 10. Iedereen zegt tegen mij dat die bomen binnen de 2 meter staan. En dan ga ik meten. Dan zit ik op 30 centimeter. 2 meter 20. Ja, zoiets. Een meter. 11 meter en 4 centimeter. Precies 20 meter en 10 centimeter. Goed, volgende vraag gaat daar ook over. U deelt een schutting die op instorten staat met de buurman. U koopt materiaal voor een nieuwe schutting, maar uw buurman weigert mee te betalen omdat hij niet degene is die een nieuwe schutting wil. Moet hij toch meebetalen? A. Nee, hij wil immers geen nieuwe schutting. U heeft daarvoor gekozen. B. Nee, als er geen schutting is, wordt het een stuk gezelliger. Of C. Ja, uw buurman moet voor 50% delen in die kosten. Ja, zonder schutting wordt het inderdaad een stuk gezelliger. Ja. Maar aan de andere kant is dat ook vaak aanleiding tot burenonmin. Zo'n gezamenlijke schutting, dat noemen we, die is mandelig. En dat betekent dat die eigendom is van alle twee. En ze moeten dus alle twee meebetalen, ieder voor de helft. Het goede antwoord is C. C. We gaan meteen door met de volgende vraag. U heeft een hekel aan uw buurman die net een nieuwe garage heeft gebouwd die 3 centimeter op uw grond staat. U eist verheugd dat hij de garage direct afbreekt. Moet de buurman de garage afbreken? Ja, zoiets is nog niet zo lang geleden ook langsgekomen, kan ik me herinneren. A. Ja, de garage staat immers zonder uw toestemming op uw grond. B. Nee, want uw buurman heeft niet met opzet over de erfgrens gebouwd. Of C. Nee, dat gaat te ver, maar de buurman moet wel uw schade vergoeden. Joost Eertmans. Ik heb B. Het is 3 centimeter. Ik vind het ook, lijkt me geen halszaak. Nee. Dus ik heb op goed geluk en gezond verstand B. Gezond verstand B. Frank. Ja, kijk, daarover valt niet te twisten, over gezond verstand. Maar laat ik 1 ding vooropstellen. De vaste kijker naar de rijdende rechter, die weet dat als de ene buur met het wetboek in de hand de andere buurman de vernieling in wil helpen, dat dat toch nooit lukt. Dus daarmee is antwoord A is dus weg. En dan is nog kiezen tussen B en C, want u zult begrijpen, de garage hoeft in zo'n geval niet te worden afgebroken. Dat zou natuurlijk idioot zijn. Maar er moet wel schade worden vergoed. Want het kan 3 centimeter zijn, maar grond is grond. En die ook per ongeluk kun je die niet voor niks krijgen. Dus het goede antwoord is C. We hebben hier 2 bijzondere gasten. Voor ik hen wat ga vragen, kijken we eerst even naar een lieder uit 1999. En dan moeten we opletten aan de persoon aan het begin en aan het eind. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Dat is dus niet waar. Jo, wat zeg je? Dat doe ik. Waar is het begin en waar is het einde? Ik vind dat de buurman dat moet betalen. Deze. Ho, 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 ho. Ja, de vaste kijker die weet dus dat in al die leaders, want er wordt steeds een nieuwe leader gemaakt, zit altijd
deze twee heren erin. Die zitten altijd aan het begin en altijd aan het eind. Dus de heer Verschuur en de heer Hubert, want zo heten ze, die zitten daar. Die zijn onlosmakelijk met het programma verbonden geraakt. Hebt u daar last van? Gelukkig niet, nee. Wat? Niet? Wordt u herkend? Ja. Vaak daar is na de uitzending. En wat zeggen ze dan tegen u? Nou, dan zie je een blik van, waar ken ik die man van? Ja. En als er dan iemand vraagt, god, ik dacht dat ik u laatst op tv heb gezien. Ik zeg, dat kan. Ik kom regelmatig op tv. Alleen maar dat. Ja, ja. En dan maak je het nog nieuwsgieriger. Ja. Ja. Meneer van ho, wordt u... zien mensen dat nog wel eens aan u? Ja, regelmatig. Ja? Ja. Hoe gaat dat dan? Ja, als ik ergens kom, bijvoorbeeld bij NAC in Breda, noem ik maar weer eens een keer iets. Dan wandel ik de tribune op en dan hoor ik altijd van ho, daar is hij weer. Dus, 10 jaar is er door de partijen heel wat afgeëist. En dat mag ook, want daar is het programma juist voor. De ene keer gaat dat venijnig, de andere keer bedaard. En of die eis nou redelijk is of niet, dat bepaalt de rechter natuurlijk. Een kleine greep uit al die eisen die voorbij kwamen. Redende rechter, help ons. Ik weet het niet meer. Mevrouw van der Kooi moet ons dus gewoon betalen. Nou, het lijkt me logisch dat ik mijn cursusgeld terugkrijg. Redende rechter, voor ons is de maat vol. Situatie is compleet geëscaleerd. Meneer Krabbenborg moet niet zo eigen gereisd zijn. We staan als bestuur in ons volste recht. Ik eis 125 euro schadevergoeding. De volgende vraag, er zijn er nog twee in deze ronde. U huurt een huis en de boom van de buren staat te dicht op de schutting. U wilt dat uw buurman de boom weghaalt. Kunt u dat als huurder eisen? A. Ja, ook als huurder kun je eisen dat de boom wordt gekapt. B. Nee, tenzij de eigenaar van uw huurwoning uw eis ondersteunt. Of C. Nee, een huurder kan dat nooit eisen. Ja, dit is nou zo'n geval wat niet in de wet is geregeld. Want als je in de wet kijkt, dan zie je dat het burenrecht, en dan valt het bomenrecht onder, dat het eigenlijk enkel voor eigenaars geldt. Maar de Hoge Raad, onze hoogste rechter, heeft de huurder geholpen. En die zegt ook, de huurder mag zo'n eis instellen. Echter, alleen als de huisbaas daarmee akkoord gaat. Ja. Het goede antwoord is dus B. B. De laatste vraag. Uw dochter van 13 neemt zonder uw toestemming een tongpiercing. U bent woest, haalt zelf de piercing eruit en gaat naar de winkel om het geld terug te eisen. Moet de verkoper u het geld teruggeven? A. Ja, de verkoper mocht er niet van uitgaan dat de toestemming was van de ouders. B. Nee, want u heeft zelf die piercing verwijderd. C. Nee, want uw dochter had willens en wetens die tongpiercing genomen. Een dochter van 13. Ja, voordat ik het juridische antwoord geef. Waar beginnen die ouders aan? Want dat verlies je altijd, denk ik. Maar goed, hoe zit het juridisch? Een 13-jarige is veel te jong om zelfstandig te mogen beslissen over zo'n tongpiercing. Althans, de winkelier die haar zo'n ding aansmeert, loopt het risico dat de ouders het niet goed vinden. En terugkomen, want ze is minderjarig. En als de ouders dat doen, dan moet het geld echt worden teruggegeven. Het goede antwoord is dus A. Het goede antwoord is A. En dat zijn dus alle vragen van de eerste ronde. Margriet Vromans, jou had ik nog niet gehad. Hoe is het gegaan? Heel erg slecht. Slecht? Het is echt een godswonder dat ik gewoon hier in Nederland rondloop. Want volgens mij overtreed ik alle wetten. Ja, ja. Want ik geloof dat iedere burger geacht wordt de wet te kennen. Ja, nou, ik geloof dat ik er maar 3 goed had. Ja? Ja. Is het maar zo slecht? Maar wel die laatste. Ja. Over die tongpiercing, die had ik goed. Want ik heb een dochter van 13 en ik moest er niet aan denken dat hij met een tongpiercing thuis komt. Goed, nou, die eerste ronde zit erop. Onderaan is geëindigd met 114 punten de prominenten. Ja, toch helemaal niet slecht. Op de tweede plaats is het vak met de oud-deelnemers, de gedaagden. En zozeer om je weer trouw kijken loont. De fans hebben voorlopig gewonnen met 158 punten. Ja, en dan zijn we nu natuurlijk ontzettend benieuwd wie van elk vak het beste heeft gedaan. Frank Visser. Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want dat de prominenten het minst goed hebben gedaan, gemiddeld, neemt niet weg dat ook die een finalist gaan leveren. En dat is Boris van der Ham, en die heeft het heel goed gedaan. Want hij had slechts 2 fouten. Dan gaan we naar het vak met gedaagden. En daar
is met 3 fouten Frank Kramer de winnaar. Ze zullen geduchte concurrentie ondervinden van de winnaar in het vak fans. Met 1 fout, de heer Jansen. Nou, u kijkt alsof u toch... U wist het natuurlijk al, hè? Ik wist het, ja, want ik had maar 1 fout. Dus... Alleen iemand met 0 fouten had het nog van mij. Dat had natuurlijk ook nog gekund. Ja. Hartstikke goed. Zometeen gaan we met jullie drieën de finale spelen. Maar eerst nog wat felicitaties. We hebben al felicitaties ontvangen van de minister van Justitie, van de hoogste rechter. Maar nu krijgen we nog enkele feestelijke woorden van een bekende strafrechtadvocaat uit Utrecht, meester Piet Doedens. De rechtspraak in zijn algemeenheid is voor de meeste mensen weinig toegankelijk. Ze snappen er geen bal van. Als de rechter al een uitspraak doet, snappen ze ook die uitspraak niet. En je ziet in veel gevallen dat mensen met een zeer ontevreden gevoel naar huis gaan. De rijdende rechter zie je en hoor je hardop denken. Je ziet de problemen van de mensen en hij klutst op een dusdanige leuke manier dat het ook nog tevreden is. En mensen vaak ook nog, ook al krijgen ze hun recht niet, met grote tevredenheid naar huis gaan. Het is tijd voor de finale. Frank Kramer, het is lang geleden dat u in de uitzending was. Het ging over een huurder. Het was een kwestie die zelfs tot Kamervragen aanleiding heeft gegeven. Destijds. Is dat zo? Jazeker. Want hoe krijgt een verhuurder het in godsnaam voor elkaar dat een huurder weg moet uit een verhuurde woning? Ja. En in dit geval lukte dat dankzij meester Frank Visser. Nou. Dus, en is uw leven veranderd na die tijd? Duidelijk. Mijn gezondheid is met sprongen toen omhoog gegaan. Hartkloppingen waren allemaal over. Ja, oké. Boris van der Ham, nou, dat is geweldig. En niet eens rechten gestudeerd? Nee, toneel, nee. Hè? Toneel heb je gedaan. 2 jaar geschiedenis, heel erg belangrijk, ja. Hiervoor. En ook 4 jaar toneelschool. Maar uit de klassieke oudheid, de oude Grieken en de Romeinen, kan je natuurlijk veel... halen. Mijn eerste toneelstuk na de toneelschool was Antigone. En dat ging over het conflict tussen gevoel en verstand. Nou ja, dat is precies wat meneer Visser hier ook doet natuurlijk. En Rob Jansen, 1 fout. Wat is uw professie als ik vragen mag? Ik ben van oorsprong atoomfysicus. Ja. Daarna heb ik een aantal directiefuncties vervuld. En heb toen een eigen organisatieadviesbureau opgezet. Wij gaan nu verder met de finale ronde. Er zijn in totaal 5 vragen. Hè? Goed, zijn jullie er klaar voor? Let goed op, de eerste vraag voor 1 punt. We krijgen zo een fragment te zien uit een aflevering waar levend kunstwerk Fabiola, u hebt gezien dat zij ook weer hier aanwezig is, een conflict uitvecht met kunstenaar Rob Schrama. In aanwezigheid van Frank Visser lopen de emoties hoog op. Dat fragment krijgen wij zo te zien, maar dat fragment wordt stopgezet. En dan moeten jullie zometeen zeggen, hoe reageert meester Frank Visser op de volgende situatie? Nou, die heb jij mishandeld. We staan hier omdat jij mij mishandeld hebt. Jij hebt die mishandeld. Ik heb niemand mishandeld. Daarmee is het uit. Jij hebt moet eerst met je handen van iemand afblijven. Tja, goed, dit gezellige kringgesprek dreigt uit de hand te lopen. Wat doet de rijdende rechter nu? Dat is de vraag. A. Hij gaat meeschreeuwen. Het zou kunnen. B. Hij stopt zijn vingers in zijn oren. Of C. Hij loopt boos weg. Ja, 2 keer. En B stopt zijn vingers in zijn oren. U denkt dat hij boos wegloopt. Waarom denkt u dat? Hij houdt niet van dat, geschreeuw. Nee. Ja. En Boris? Hij geen wegloper is, maar dat hij wel op zo'n manier duidelijk wil maken dat ze ermee moeten ophouden. Fabiola, weet jij het nog? Nou, ik weet dat zijn bril afvloog. Dat weet ik. En ik was natuurlijk heel erg kwaad. Ja. Mijn Belgisch temperament kwam boven. Wat veel mensen niet zo kennen. Dus ik dacht dat hij zijn vingers in zijn oren stopte. Ja, dat dacht jij. Van goed, dan gaan we even kijken naar het filmpje. Jij moet van de handen van iemand afblijven. Luister nou. Jij moet geen mishandeling plegen. Ja. Weet je, kan je het nog herinneren? Ja. En was dat wel overwogen, die vingers? Nou kijk, wat kun je als rechter doen in zo'n geval? Gaan meeschreeuwen, dat is niet erg chic. Weglopen mag ook niet, want dan maak je schuldig aan rechtsweigering. En ja, dat doe je maar je vingers in je oren. Ja, dus het goede antwoord was inderdaad B.
Het antwoord was B. Goed, bij de rijdende rechter gaan partijen altijd in volle overtuiging met elkaar de strijd aan. Er komt geen advocaat aan te pas. In de wens om de rechter, maar ook de ander van het eigen geluid te overtuigen, gaat het er soms verhit aan toe. Die meneer, u liegt. Van voor tot achter zeg ik hier. U mag blij zijn dat Pinocchio een fabeltje is. Als kwam hier de deur. Ja. Ik ben bang van die meneer. Als hij me zo als ik aankom. Heb ik dat gezien? Heb ik dat gezien? Liefde dat je zwart ziet. Dat vind ik schandalig. Deze mevrouw heeft Hitlers mentaliteiten. Heeft het nou met mijn vader te maken? Vader heeft het dichtgespijkt. Mijn vader is een buik. Even timer. Nee, daarom. Even timer. Zonder mijn permissie pak hij mijn aflossing weg. Oh, die heeft dezelfde gezegd. Wat is het nou? Dat is niet zo. Oh, wat een leugenaar. Je staat gereformeerd te liegen. Smeerkees, zoals je altijd doet. Nou. Je krijgt van mij geen lucht meer. Nee, het is over. Ik die dag messel ik het gat dicht. Kijk, die lacht nu. Weet u wat we doen? Die lacht nu. Hé! Hey! Ja, de tweede vraag. Dat is een snelheidsvraag. Dus wie het eerste drukt, die mag het zeggen. Er zijn er 2 punten te verdienen. Als je het goede antwoord hebt, dan krijg je 2 punten. Maar als je het antwoord fout hebt, dan krijgen er 2 andere 2 punten. Dus het komt op aan wie het snelste drukt. U heeft zojuist een koopcontract getekend voor een nieuwe woning. Op straat maakt u kennis met uw toekomstige buren. Help, het zijn de tokkies. U belt onmiddellijk de verkoper dat u van de koop afziet. Kan dat nog? Boris van Dam. Ja, mijn gok is dat het wel kan. Omdat het iets kan zijn wat niet vermeld is bij het kopen van die woning. Ja. En dat het dus, dat het dus wel rechtsgeldig is. Dat is mijn gok. Ja, dat je er dus nog wel van af kan zien. Ja. Iets wat de waarde van je huis zou kunnen verminderen. Ja, Frank. Ja, de uitslag klopt wel, maar de redenering niet. Ja. Vroeger was het zo dat je vast zat aan een koop, ook van een huis. Ja. En toen heeft onder andere de Tweede Kamer heeft het toen belangrijk gevonden om de wet te wijzigen. En sindsdien kennen wij een bedenktijd van 3 dagen... die ingaat nadat je het koopcontract hebt ontvangen. Binnen die bedenktijd mag je dus de koop alsnog ongedaan maken. Dus het antwoord is goed. Hij heeft het goed, ja. Oké, krijgt u 2 punten. Goed, we gaan een aantal jaar terug. Tijdens het carnaval in Krachenburg in de Noordoostpolder raakte er kleding beschadigd door een openspringende nepworst. De maker van die worst wordt verantwoordelijk gehouden, want hij maakte de worst van vloeibaar isolatiemateriaal. Wanneer de worst in het feestgedruis openspringt, is de vulling nog steeds niet uitgehard. Frank Visser doet een inhoudelijk onderzoek naar de nepworst. Dat is toch erg zacht van binnen? Ja, dus heb je dat goed erop? Nou, ik weet niet wat u erin heeft gedaan, een verjagerpil of zo, want hij was... hij is zo hard geworden dat hij is ontploft. Het is natuurlijk wel troep, meneer Begij. Laat wel eerlijk zijn. Ik bedoel, niks te nadelen. Een echte worst, je maakt beter. Dat... De vraag, vraag 3, is weer gewoon een multiple choice vraag. Uw oom geeft zijn antieke carnavalskostuum voor 4 jaar in bruikleen aan het carnavalsmuseum. Hij overlijdt 3 jaar later. U wilt als enige erfgenaam het kostuum terug hebben voor het komende carnaval. Kunt u het kostuum onmiddellijk opeisen? A. Nee, door het overlijden van uw oom is het museum eigenaar geworden. B. Nee, het museum mag het kostuum nog 1 jaar houden en hoeft het daarna pas terug te geven. C. Ja. U bent eigenaar geworden en u mag het direct opeisen. Boris die denkt, het museum mag het kostuum nog 1 jaar houden. U denkt ook, meneer Kramer, dat je direct de boel mag opeisen. Dat verwacht ik wel. Ja. Ja, het kostuum is in bruikleen afgestaan. Ja. En de erfgenamen worden automatisch eigenaar na het overlijden van de oorspronkelijke eigenaar. Ja. Jij denkt van niet, hè? Ja, volgens mij word je ook erfgenaam van de afspraken die zijn gemaakt met zo'n museum. Dus volgens mij moeten ze het dan nog 1 jaar kunnen houden. Frank. Meneer Van der Ham heeft helemaal goed. Ja. Want je erft niet alleen de spulletjes, maar ook de verplichtingen. En een van die verplichtingen is dat je het 4 jaar lang had oom het in bruikleen gegeven. En dat betekent dus dat de erfgenaam nog 1 jaartje lang met een geleende feestneus op naar carnaval moet. Ja,
Nee, het gaat goed met Boris. Je hebt 6 punten. Ja, zet hem op, hè? Ja. Ja. Dat kan wel, hoor, want vraag 4 levert namelijk 4 punten op als u het goed heeft. En om het af te leren nog een laatste filmpje. Ook de consument heeft zich in al die seizoenen rijdende rechter niet onbetuigd gelaten. Veel diensten en spullen die niet deugden. En meester Visser ging soms heel ver als het ging om vergelijkend waaronderzoek en kwaliteitstesten. Dit ziet er prachtig gepolitoerd uit. Hallo. Dit is die jurk die besteld was. Ja. Is dat nou zo vet dan? Ja, dus ja, het is een beetje viezig. Hier, dit doet. Hier kan je wat aan ophalen. Binnenvering matras, hè? En hij piept een beetje. Dat gaat lekker. Ja. Vraag 4. U toont uw net gekochte bruidsjurk aan uw schoonmoeder. En zij barst in lachen uit. U gaat terug naar de winkel, want u wilt uw jurk ruilen. Is de winkel verplicht om uw trouwjurk te ruilen? 4 punten kunt u verdienen als u het goede antwoord weet. A. Nee. Alleen als u zelf de jurk afschuwelijk vindt, mag u ruilen. B. Nee. De winkel is alleen verplicht de jurk te ruilen als er iets mis mee is. Of C. Ja. De winkel is verplicht binnen 7 dagen te ruilen. A. Ah. U denkt dat je mag het alleen maar als je hem zelf afschuwelijk vindt en niet je schoonmoeder? Ik ben ervan uitgegaan dat schoonmoeder daarin geen partij is. Geen partij. De stemmen zijn enorm verdeeld, de meningen. Ik ga het maar eens aan meester Frank Visser vragen. Je zat daar zo geweldig leuk in die bruidssalon. Ja, dat was ook een hele ervaring. Anders dan bij huizen geldt bij bruidsjurken geen bedenktermijn. Gekocht is gekocht. Tenzij wat markeert aan die jurk, maar dat schoonmoeder hem niet mooi vindt, dat is echt onvoldoende om terug te brengen. Dus het goede antwoord is B. Nou, het is nog spannend. Het kan inderdaad gewoon nog heel anders gaan lopen. Want met die laatste vraag, dat is weer een snelheidsvraag, daar zijn er 5 punten mee te verdienen. Dus als je als eerste drukt en je antwoord is goed, dan verdien je daarmee 5 punten. Dus meneer Kramer, het kan nog. De stand is nu 4 voor de fans, zal ik maar zeggen. 6 voor de prominenten en 1 voor de gedaagden. U koopt een broodrooster en gooit meteen de verpakking weg. De broodrooster blijkt niet te werken en u wilt hem ruilen. Heeft u de verpakking nodig om te kunnen ruilen? Mag ik dat zeggen? Ik mag het zeggen, ja. Die heb je niet nodig. Die heb je niet nodig, nee. Want? Het broodrooster moet voldoen aan de eisen die je eraan stelt, ongeacht of hij nog in de verpakking zit of niet. Nee. En? Meneer Jansen heeft het helemaal goed. Ja, meneer Jansen, van harte gefeliciteerd. Vooral de eindsprint, die was de rijdende rechter waarder, zou ik haast zeggen. Heel onverwacht, toch nog gewonnen. En u weet natuurlijk al een heleboel. Maar hier in dit boek daar staat ongeveer alles wat u nodig heeft om voortaan elke burenruzie en elke andere ruzie juridisch te winnen. Ik hoop dat u er veel gebruik van, of weinig gebruik van, zult maken. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Zeer bedankt. Alsjeblieft. Ja, en nu wil ik bedanken voor al het trouwe gekijk de afgelopen 10 jaar. Want we zijn aan het einde gekomen. Maar u bent nog niet in ieder geval van Frank Visser af. Want de vakantierechter gaat weer beginnen. Ja, de camper die is uit de stalling. Ja. En de motor is, die draait al. We gaan het land in om allerlei vakantieleed te gaan onderzoeken. Dus als meld u aan, zou ik zeggen. Schrijf ons. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Wilt u een uitzending van de Rijdende Rechter terugzien? Ga dan naar onze nieuwe website. U kunt zich hier ook aanmelden of een uitspraak nalezen. Ga dus naar www.rijdenderechter.nl.